Gemeente, gasten en alle die digitaal met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmiddag gaat professor Dr. Versluis, hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn, ons voor. We lezen in de Bijbel uit 1 Samuel 4 en Gods woord zal worden verkondigd onder het thema De eer is weg. De fysieke collecte in deze dienst is deels bestemd voor de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. En de bankcollecte is bestemd voor de vaste kosten van de kerk. We gaan nu samen zingen Psalm 99, vers 1 en 8. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende eredienst. Ons begin staat in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen op Psalm 132, vers 5 en 6. Wij zullen in zijn woning gaan ons buigen waar zijn troon zal staan. En bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Psalm 132, vers 5 en 6. Thank you.
Bij de Kerk van alle tijden en wereldwijd doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we Psalm 80 vers 5. Een gebed: laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Getrouwe herder, breng ons weer, breng ons terug, verlos ons. Psalm 80 vers 5 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Voor we de schriften openen willen we samen eerst bidden om Gods zegen over deze dienst en om de opening van zijn woord. We doen ook nog voorbeden voor het kerkkamp deze week met de jeugd van de gemeente in het mooie Ede, begreep ik, en voor de vakantie Bijbelweek. Laten wij samen bidden. Heilige, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen tot u. Om u te danken allereerst dat u ons hier samenbrengt in uw huis. Of dat we thuis verbonden mogen zijn met deze dienst of ergens anders. We danken u dat u ons opzoekt met uw woord, keer op keer. Wat toont u daar in uw trouw, uw goedheid over ons leven? We hebben dat niet verdiend. Het is uw genade alleen. We danken u dat u ons een rustdag geeft, waarop we de drukte van de week achter ons mogen laten en de nieuwe week mogen beginnen door te rusten, te luisteren, te ontvangen. Heere, geeft u ons ook rust. Niet alleen uiterlijk en voor ons lichaam, maar ook in ons hart. Ons hart kan zo onrustig zijn. Geef dat we werkelijk rust mogen vinden bij u, aan uw voeten. En dat we daar alles kwijt kunnen wat ons bezighoudt aan zorgen, vragen, verdriet. En wilt u ons door uw woorden wegwijzen, uw weg, ons nieuwe kracht geven en ons laten zien op u en uw genade. Heere, wilt u in ons midden zijn deze dienst, open uw woord voor ons en open ons hart en laat uw woord daar binnenkomen
en vrucht dragen tot eer van uw naam. U kent ons hart. U weet wat we nodig hebben vanmiddag. Wie we ook zijn, wat er in ons leven ook aan de hand is of gebeurd is. Wilt u zelf tot ons spreken en wilt u werken door uw geest en ons geven wat we nodig hebben. Heer, we bidden u voor deze gemeente, voor de kerkraad om de gemeente leiding te geven, voor de predikanten van deze gemeente om hen voor te gaan en de weg te wijzen uit uw woord. Zegt u al het werk dat in de gemeente gebeuren mag. Ook voorbereidingen weer voor een nieuw seizoen. We bidden u ook om uw zegen voor deze week, voor het kerkkamp met de jeugd van de gemeente. Voor het vakantiebijbelwerk met andere kerken samen. Geef dat velen mogen horen van u. Zeker ook kinderen die dat anders nooit horen. Heren, wilt u zo doorgaan met uw werk, juist ook onder jonge generaties. Kinderen, jongeren, liefde geven tot u. En het verlangen geven om u te dienen, u te volgen. Heren, geef ons uw liefde. En wilt u daardoor ons hart binnenkomen. Het verbreken, het inwinnen. En het ook hoe langer hoe meer vormen naar uw beeld. Heren, wilt u zelf in ons midden zijn, zegen de prediking van uw woord en laat het vrucht dragen. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. We dragen bijzonder het werk van zending en evangelisatie aan u op. Alle die daarin werkzaam zijn, vaak op eenzame posities, wilt u uw genade geven om trouw te zijn, om te zaaien. En wilt u ook vrucht laten zien tot bemoediging en tot eer van uw naam. We bidden u voor uw volk Israël. Wilt u uw belofte vervullen en wilt u vrede geven. We bidden u dat voor Israël en Gaza. We bidden u dat voor Oekraïne. Op zoveel andere plaatsen op deze wereld waar onrust en geweld is. Dreiging en onzekerheid over hoe dingen zich verder zullen ontwikkelen. Heer, wilt u vrede geven. Zegt u alle pogingen die daartoe gedaan worden. En bewaar ons voor escalatie, bloedvergieten. En leren, laat ons door alles heen zien op u, die regeert boven alle koningen van deze wereld. We bidden u voor ons land, voor onze overheid. Geeft u een wijsheid om het goede te zoeken. En laat wat onze overheid doet ook iets laten zien van uw regering. Barmhartig, rechtvaardig, gericht op het welzijn. Heer, ontfermt u zich over deze wereld met zoveel verdriet en leed. Wat kunnen wij mensen machteloos zijn als we al dat leed zien? Wij kunnen het niet veranderen. Wij staan met lege handen en hebben geen woorden zo vaak. Ontfermt u zich? Wilt u nabij zijn bij alle die getroffen worden door diep verdriet? Nee, als wij persoonlijk misschien te maken hebben met verdriet of zorgen, wilt u troosten zoals u alleen dat kunt? Heer, wilt u zo zelf in ons midden zijn vanmiddag? Geef ons wat we nodig hebben bij het spreken, bij het luisteren. Zegt u alle die een taak hebben in of rondom deze dienst. En laat het alles gebeuren uit liefde tot u. Wilt u het zegenen? Wij vragen dat van u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar alleen uit genade. Om Christus wil. Amen.
Gemeente, wij openen de schriften en we lezen vanmiddag het woord van God uit 1 Samuel 4. Het begin van het boek Samuel. Samuel is net door de Here geroepen als profeet en wordt door het volk erkend. Daar begint hoofdstuk 4 mee. En dan verder 1 Samuel 4. Het woord van Samuel kwam tot heel Israël. En Israël trok ten strijde de Filistijnen tegemoet. Zij sloegen hun kamp op bij Ebenezer, terwijl de Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek. De Filistijnen stelden zich op tegenover Israël. Toen de strijd zich uitbreidde, werd Israël door de Filistijnen verslagen, want zij doodden in de gelederen van het open veld ongeveer 4000 man. Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft de Heer ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de Heer bij ons nemen en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Toen zond het volk boden naar Silo en men bracht vandaar de verbondsark van de Heer van de legermachten die tussen de Gerub stroomt. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinaas waren daar met de ark van het verbond van God. En het gebeurde, toen de ark van het verbond van de Heer in het kamp kwam, dat heel Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief, dat de aarde dreunde. Toen de Filistijnen het geluid van het gejuich hoorden, zeiden zij: wat betekent het geluid van dit uitbundige gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen ze vernamen dat de ark van de Heer in het kamp gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd, want ze zeiden: God is in het leger gekomen. En ze zeiden: wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaren en dag niet gebeurd. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben bij de woestijn. Filistijnen, vat moed en wees mannen, anders zult u de Hebreeën moeten dienen zoals zij u gediend hebben. Wees mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd verslagen, zij vluchtten ieder naar zijn tent. De nederlaag was zeer groot. Er viel van Israël 30.000 man voetvolk. En de ark van God werd meegenomen en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinaas stierven. Toen snelde er een Benjaminiet uit de gevechtslinie en deze kwam diezelfde dag nog in Silo. En zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. Toen hij aankwam, zie, Eli zat op de stoel aan de kant van de weg op de uitkijk, want zijn hart sidderde vanwege de ark van God. Toen die man kwam om het in de stad te vertellen, schreeuwde heel de stad het uit. Eli hoorde het geluid van het schreeuwen en hij zei: wat betekent het geluid van dit rumoer? Daarop haastte de man zich en kwam het Eli vertellen. Eli nu was een man van 98 jaar en zijn ogen waren star geworden, zodat hij niet meer zien kon. En die man zei tegen Eli: ik kom uit de gevechtslinie. Vandaag nog ben ik uit de gevechtslinie gevlucht. Hij zei: wat is er gebeurd, mijn zoon? Toen antwoordde de boodschapper en zei: Israël is voor de Filistijnen uitgevlucht en ook is er een grote slachting onder het volk geweest. Bovendien zijn uw twee zonen, Hofni en Pinaas, gestorven en is de ark van God als buit meegenomen. En het gebeurde toen hij van de ark van God melding maakte, dat Eli achterover van de stoel viel aan de kant van de poort, zijn nek brak en stierf, want de man was oud en zwaar. En hij had 40 jaar leiding gegeven aan Israël. En zijn schoondochter, de vrouw van Pinaas, was zwanger en zou baren. Toen ze het bericht hoorden dat de ark van God als buit meegenomen was en dat haar schoonvader en haar man gestorven waren, kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omstreeks de tijd van haar sterven spraken de vrouwen die bij haar stonden: wees niet bevreesd, want u hebt een zoon gebaard. Maar zij antwoordde niet en nam het niet ter hart. En zij noemde het jongetje Ikabod en zei: de eer is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze omdat de ark van God als buit meegenomen was en vanwege haar schoonvader en haar man. En zij zei: de eer is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is als buit meegenomen. Dit is het woord van God. Ik bedien u vanmiddag het woord van God uit het gedeelte dat we gelezen hebben, met als kernvers 21.
Vers 21, en zij noemde het jongetje Ikabod en zei, de eer is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze omdat de ark van God als buit meegenomen was en vanwege haar schoonvader en haar man. Wij zingen eerst als inleiding op de preek op Psalm 78, vers 4, 30 en 31. Psalm 78 is een psalm die zingt over de geschiedenis van Israël met de hoogte en de dieptepunten, of eigenlijk meer nog over de trouw van God en de ontrouw van Israël. En dat gebeurt, zingt vers 4 dan, opdat ze op God hun hoop zouden stellen. En dan komen vervolgens die twee kanten naar voren en dan wordt ook deze geschiedenis bezongen. God die toornig is, die de tent en de tabernakel loslaat en het onderpand, de ark, aan de Filistijnen in handen gaf. Psalm 78, vers 4, 30 en 31.
Na de preek zingen we op Psalm 62, vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots. God is mijn toevlucht. Vertrouw op Hem. Psalm 62, vers 5 zingen we na de preek. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn, alle kinderen zijn denk ik wel eens wat kwijt geweest. Je speelgoed, je boek, je fietssleutel. En soms heb je het gewoon niet goed opgeruimd. Je hebt het ergens laten slingeren, je weet het niet meer. Maar even later kom je het wel weer een keer tegen. Maar soms is het ook echt kwijt. Je weet niet waar het is, je vindt het niet meer, het is weg. En soms is dat niet zo heel erg. Maar als het iets belangrijks voor je is, iets wat je mooi vindt, wat waarde voor je heeft, dan wel. Het kan ook gebeuren dat je niet iets kwijtraakt, maar bijna alles. Bij mensen bij wie hun huis afbrandt bijvoorbeeld. Al je spullen weg. Ik heb het nooit meegemaakt, maar dat moet toch verschrikkelijk zijn. Alles kwijt. En wat zou je dan het meest missen? Sommige dingen kun je wel weer nieuw kopen, die kun je vervangen. Dat is niet zo erg. Wel lastig, maar je kunt het vervangen. Maar andere dingen niet. Familiefoto's die je niet digitaal hebt. Die zijn weg. Of iets wat je gekregen hebt van iemand. Iets wat juist waarde voor je heeft vanwege de persoon van wie je het kreeg. Emotionele waarde, een herinnering. Als het veel waarde voor je heeft en je raakt het dan kwijt, dat is verschrikkelijk. In de geschiedenis die we lazen gebeuren ook verschrikkelijke dingen. Er is oorlog tussen Israël en de Filistijnen. En hoeveel daar tegelijk gebeurt, zie je eigenlijk goed aan het slot bij die vrouw van Pinaas. Als je even bedenkt wat er bij haar gebeurt. Haar man is gestorven. Haar schoonvader is gestorven. Ze krijgt een kind. De ark wordt meegenomen en ze sterft zelf. Onbeschrijfelijk veel tegelijk. Maar wat is nu het ergste? Het meest ingrijpende voor haar. Dat zegt ze zelf in de laatste woorden waarmee ze haar kind een naam geeft. Ikabod. De eer is weggevoerd uit Israël. We luisteren naar deze geschiedenis onder dat thema. De eer is weg. En daarin horen we een claim, een verlies en een verlangen. De eer is weg. Een claim, een verlies en een verlangen. Oorlog in de Gazastrook is niet zo nieuw. In de tijd van Samuel, Saul en David was er voortdurend oorlog tussen Israël en de Filistijnen die in dat gebied woonden. En het gaat me voor de duidelijkheid nu alleen om de locatie. Verder zijn er natuurlijk allerlei verschillen. Maar de Filistijnen waren in die tijd de aartsvijanden van Israël. Ze waren machtig, de Israëlieten moeten hen dienen. Ze kunnen niet eens hun eigen wapens meer produceren. En er zijn ook geen bondgenoten die ze leveren. En toch begint Israël een oorlog tegen die machtige vijand. Te machtig, blijkt inderdaad. Want ze verliezen het. En ze komen terug in het legerkamp verslagen, letterlijk en figuurlijk. En wat moet je dan? De oudsten van Israël stellen een vraag. Waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? En dat is een goede vraag. Want daarmee erkennen ze dus, dit is niet zomaar gebeurd. Dit is niet een kwestie van alleen maar politiek, strategie, militaire macht. Maar als het volk van God verliest, dan heeft de Heere daar de hand in. Waarom heeft Hij ons verslagen? En wij mogen ons zo'n vraag ook stellen, gemeente. Als er in ons eigen leven, of in de kerk, of in de samenleving ingrijpende dingen gebeuren. Wel op de goede manier natuurlijk. Niet dat je dan altijd antwoord krijgt. Dat je precies een oorzaak kunt aanwijzen. Tegenslag is dus het gevolg van een bepaalde zonde.
Zo niet. Dat laat de Bijbel ook zien. Denk maar aan die geschiedenis van Job. Job die ook getroffen wordt door allerlei leed, terwijl die vroom en oprecht is. Maar aan de andere kant dus ook niet dat dingen zomaar toevallig zijn. Het gebeurt nu eenmaal en nou ja, dan moet je weer verder. Het is ook belangrijk om oog te hebben voor Gods hand in je leven. En je mag daarom wel bidden als er dingen gebeuren. Of de Heer je daar iets mee wil laten zien. Of iets door wil leren. Er een bedoeling mee heeft. Die oudsten stellen een goede vraag. Waarom heeft de Heer ons verslagen? Maar wat jammer dat ze dan meteen maar zelf het antwoord geven. We moeten de ark halen, zeggen ze. Dan zal God ons verlossen. Die vraag was goed, maar ze leggen hun vraag niet voor de Heer neer. We lezen niks van gebed, verootmoediging, wachten op een antwoord. Op een eerder moment in de geschiedenis van Jozua, toen hij zelf verslagen was bij Ai, staat dat er wel. Dan gaat Jozua op zijn knieën voor de ark en dan wijst de Heer de zonde van Israël aan en dan komt de berouw, bekering. Hier geen woord over zonde of berouw. Geen gebed, maar actie. Wat gaan we doen? En dat ligt ons, hè? Iets organiseren, een programma opzetten, 7 stappen om het volgende keer anders te doen. Maar als je vraagt naar Gods hand, als je zijn weg zoekt, zou je dan juist niet moeten bidden, wachten, luisteren, je verootmoedigen. Niet iets doen juist, maar op hem wachten. En dat is moeilijker. Dat ligt ons mensen niet. Maar het is zoveel beter. De oudste, de geestelijke leiders van Israël gaan het volk voor. Maar doordat ze niet naar de Here gaan, gaan ze hen voor de verkeerde kant op. En dan kun je afvragen, ging het eigenlijk al niet eerder verkeerd? Want de Here spreekt weer tot zijn volk. Samuel is geroepen als profeet. De Here openbaart zich, het volk erkent hem als profeet. Maar waar is Samuel bij het begin van deze strijd? Want een oorlog begonnen is, als het goed was, niet met een plan van de generale staf. Maar met het vragen naar de wil van God. Maar bij deze strijd tegen de Filistijnen lezen we daar niets over. Het lijkt erop dat Israël eigen wegen zoekt. En als de Heer er niet bij is, dan moet je wel verliezen. Daar is de dood. En eigenlijk past dat verdrietig goed in heel die tijd. Een tijd van geestelijk verval. De eer is weg, klinkt aan het eind van dit hoofdstuk. Maar de heerlijkheid van de Heer was al veel langer zoek. Er is geen ontzag voor hem in de tabernakel. Gods eigen woonplaats notabene. Maar de priesters, Hofni en Pinaas, persen de mensen af die een offer komen brengen. Ze plegen overspel met vrouwen die daar bij de tempel zijn. Misschien wel dienst doen als prostituee. En niet eens in het geheim. Iedereen weet het. En Eli, de priester, de richter, laat het allemaal maar gebeuren. Hij wil geen ruzie als hij zijn zonen erop aan zou spreken. En datzelfde gebrek aan ontzag voor God. Menselijk denken over hem, dat zien we ook terug nu ze de strijd verloren hebben. Laten we de ark halen, zeggen de oudsten. Als we de ark hebben, hebben we God bij ons en dan winnen we wel. Jongens en meisjes, was dat nou zo'n vreemde gedachte? Dat de Israëlieten bij de ark dachten aan Gods grote daden. Jullie weten misschien wel gebeurtenissen waar dat juist wel bij elkaar hoort. Denk maar aan dat moment dat Israël het beloofde land binnenkwam. Toen ging de ark voorop met de priesters. En toen die bij de Jordaan kwamen, kwam er een pad. En daarna bij Jericho, ze trokken de stad rond met de ark erbij. En de Heere gaf hen die stad in handen. De Heere had hen verlost. De ark was het teken van zijn aanwezigheid. Maar hier gaat het anders.
Als we de ark maar hebben, dan wordt de ark dus eigenlijk ingezet als een krijgslist, een mascotte, een geheim wapen. Dit zal de gamechanger, het keerpunt worden, denken de Israëlieten. Maar daarmee doen ze als de heidenen. Die hadden een beeld van hun goden. En als er dan iets bijzonders was, een feest of een oorlog bijvoorbeeld, dan kon je dat beeld ophalen en dan was de God bij je, was de gedachte. Eigenlijk heel handig, want dan kun je dat mooi zelf bepalen, waar die God is en wanneer. Maar zo werkt het bij de levende God nou net niet. Wij kunnen niet zelf bepalen waar hij is of wat hij moet doen. De ark als een garantie van veiligheid, succes. Je kunt hem niet onder druk zetten of manipuleren. In vers 4, houdt u het hoofdstuk er maar bij. In vers 4 wordt heel uitgebreid omschreven wat de ark is. Eigenlijk om te laten voelen wat er nou gebeurt. Men bracht vanuit Silo de ark van het verbond van de heren van de legermachten, die tussen de cherub stroomt. De troon dus van de heilige God. En dan met Hofni en Pinaas erbij, van wie we net hoorden hoe ze leefden. Dat kan toch niet goed gaan? Maar de Israëlieten hebben er alle vertrouwen in. Als de ark in het legerkamp komt, juichen ze dat de aarde dreunt. Dat laat zien hoe ze denken. Ons kan niks gebeuren. Het heeft iets triomfantelijks, dat gejuich. Overmoedig. En het komt niet bij hen op dat de Heere er heel anders over denkt. En die claim van het volk is vanmiddag ook een waarschuwing voor ons, gemeente. Je kunt er dus van overtuigd zijn dat God bij je is. Dat je God aan je kant hebt. Terwijl het niet zo is. Terwijl je hem tegen je hebt. Dat kon toen. Dat kan bij ons ook. En je loopt dat gevaar vooral als je God claimt voor jezelf. En dat mag ons wel voorzichtig maken in hoe wij spreken. Pas op dat je God niet claimt voor wat je eigen inzichten zijn. God wil dit. Bekend natuurlijk hoe dat geroepen werd bij het begin van de kruistocht. Maar wat was dat, een weg van machtsdenken, bloedvergieten, jodenvervolging. God wil het of willen wij het? En dat betekent niet dat je dan maar altijd vaag moet zijn, dat je dat nooit zou kunnen zeggen. Maar als je zegt dat God iets wil of dat God iets verbiedt, moet je dat wel zeker weten vanuit de schriften. En het is echt niet erg om voorzichtig of bescheiden te zijn in wat we zeggen, als we het niet zo zeker weten. Zeker als we daar de heilige naam van God bij gebruiken. En je kunt natuurlijk ook op andere manieren met diezelfde houding met God omgaan. Bijvoorbeeld dat je eerst een besluit neemt ergens over, zelf. En dan mag God het daarna nog zegenen. Maar had je God ook nodig om dat besluit te nemen? Om te zoeken wat de goede weg was? Of het zijn weg is? Dat kan in de kerk. Dat kan in je eigen leven. Of dat nou over je beroepskeuze gaat. Of over de vraag wat je antwoord moet zijn als je in de gemeente ergens voor gevraagd wordt. Of over hoe je je vakantie of je tijd invult. Kies je dat zelf of zoek je Gods weg? Laten we de ark halen en dan? In het hoofdstuk hiervoor werd Samuel geroepen door de Heer. En dan zie je een andere houding, een ander hart. Spreek, Heer, uw dienaar, luistert. Niet laat ik, maar spreekt u. Wat wilt u dat ik doen zal, zoals Paulus dat later vraagt. Niet iets doen dus, maar vragen.
luisteren. Dat is een wereld van verschil. Dat is het verschil van het werk van de Heilige Geest uiteindelijk. Die je stilzet. Die je laat zien dat je God niet aan je hand kunt zetten. En dat kan ook op heel vrome manieren. De Heilige Geest maakt je ootmoedig. Leert je buigen. Ik heb geen recht op Gods nabijheid. Dat God met mij is, is nooit vanzelfsprekend. Je kunt een beroep doen op een instelling van God zelf. Dat was de ark tenslotte ook. Gemaakt in opdracht van de Heere. Teken van zijn aanwezigheid. En de Heere had de ark gebruikt om zijn volk te verlossen. Maar als je het gaat verwachten van zo'n teken, terwijl je God zelf niet nodig hebt, keert het zich tegen je. En dat kan ook met tekenen die de Heere ons geeft. De doop, het avondmaal, door God zelf ingesteld, tekenen van zijn trouw en goedheid. Maar als dat vanzelfsprekend voor je wordt, ik ben toch gedoopt, natuurlijk mag ik aan het avondmaal, loop je dan niet hetzelfde gevaar? God is niet vanzelfsprekend bij je. Wij hebben daar geen recht op. Dat kan nooit zonder dat je hem zelf nodig hebt. Elk teken is zinloos. Als God zelf ontbreekt, is het ons om hem te doen gemerkt. Hebben wij leren luisteren. Dat brengt ons bij het tweede, een verlies. Want de Filistijnen horen dat gejuich en ze komen erachter waar het vandaan komt. De ark is in het leger gekomen. En dan blijken ze het beter door te hebben dan Israël. Beschamend. Zij hebben ontzag voor de God van Israël. God, of de goden, zeggen ze in hun heidense manier van denken, die hen uit Egypte verlost heeft. Die zijn machtige daden getoond heeft in de woestijn. Wat kunnen we tegen die God beginnen? En ze roepen zichzelf op met de moeder wanhoop. Vat moed, vecht. Anders verliezen we het, anders moeten we Israël dienen. En liever dood dan slaaf, kennelijk. Opvallend eigenlijk. De Filistijnen komen niet met hun eigen goden aan. Daar verwachten ze het kennelijk niet van. Die kunnen hen niet helpen en redden. Maar ze vechten en Israël wordt verslagen. Over die veldslag staat eigenlijk maar heel weinig, daar gaat het niet om. Israël werd verslagen door wie eigenlijk? Door de Filistijnen of door de Heere zelf? Ze dachten te winnen met de ark in hun midden, maar de nederlaag is nog veel groter. Eerst 4000, nu 30.000. En de Israëlieten vluchten naar hun tent. En dat is dus niet dat ze zich terugtrekken strategisch om dan weer verder te vechten. Naar hun tent te gaan betekent naar huis gaan. Het opgeven. En de ark wordt meegenomen. En Hofni en Pinhas sterven. Dat is de vervulling van wat de Heere gezegd heeft door Samuel. Het oordeel over het huis van Eli. Dat gaat in vervulling. Omdat ze God en zijn dienst veracht hebben. Maar het ergste is nog niet eens de nederlaag. Het verlies van mensenlevens. De dood van beide priesters. Het ergste is dat de ark wordt weggevoerd. Laten wij de ark nemen, hadden de oudsten gezegd. En het resultaat is dat de ark wordt genomen door vijanden. Dat wordt maar liefst 5 keer genoemd in dit hoofdstuk. De ark is weggevoerd. Dat is het grootste verlies. En je hoort het ook als die boodschap dan vervolgens gebracht wordt in de stad en bij Eli zelf. Die boodschapper rent van het slagveld naar Silo, het heiligdom. Een afstand van ruim 30 kilometer. Hij heeft zijn kleren gescheurd, aan op zijn hoofd, tekenen van rouw. En hij vertelt er in het dorp en daarna aan Eli zelf.
Eli zit buiten de stad op de uitkijk. Terwijl die blind is, horen we later. En eigenlijk laat dat precies de geestelijke situatie in Israël zien. Een blinde man op de uitkijk. Zoveel zie je dan dus. En die boodschapper vertelt het hem. Met het ergste nieuws als laatste. Een nederlaag, een slachting onder het volk. Uw twee zonen zijn gedood. En de ark van God is meegenomen. En als Eli dat hoort, valt hij en sterft. Eigenlijk laat dat iets zien van het machteloze van zijn richterschap. Hij zit en hij kan niet zien. Letterlijk niet, vanwege zijn heel hoge ouderdom. 98 jaar was natuurlijk zeker in die tijd ontzettend oud. Maar hij ziet veel meer niet. De zonde van zijn jongen ziet hij door de vingers. Als Hanna komt bidden, ziet hij niet dat ze bidt, maar hij denkt dat ze dronken is. Wat zegt dat over waar hij het eerst aan denkt? En hij herkent het niet als de Heer tegen Samuel spreekt. Wat een verdrietig voorbeeld voor het volk van God. En daarnaast Eli krijgt ook zijn schoondochter bericht, de vrouw van Pinaas. Haar naam kennen we niet eens. Ze krijgt een kind. Maar het is de meest verdrietige geboorte in de Bijbel. Ze krijgt er ook te horen. De ark is meegenomen. Haar schoonvader en haar man zijn gestorven. En de kraamvrouwen proberen haar nog te troosten. Je hebt een zoon gekregen. Een teken van hoop, een zoon die de naam van de familie zou voortzetten. Maar zij denkt aan wat anders. De eer, Gods eer, is weggevoerd uit Israël. En ze noemt haar kind Ikabod. Waar is de eer? Of de eer is er niet meer. De eer is weg. Dat ging niet om de ark zelf. Die ark was een houten kist, niet eens zo heel groot. Met goud overtrokken, met gerubs erop. Maar het ging niet om dat voorwerp. Het ging om de heerlijkheid van de Heere zelf die het liet zien. Wat is er van die eer geworden? Nu de vijanden van Israël het winnen. Die goden zijn machtiger, lijkt het dan. Dat was ondenkbaar voor de Israëlieten, dat de ark er niet meer was. Het heiligste voorwerp uit de tabernakel. En niet lang daarna is Silo waarschijnlijk verwoest, want we horen er later nooit meer over. Het lijkt het complete einde van de eredienst van Israël. De ark weg, de priesters gedood, het heiligdom even later weg. Hoe kunnen er nu nog offers gebracht worden? Als de troon van God er niet meer is. Grote verzoendag houden kan niet meer. Want er is geen ark om het bloed voor te sprenkelen. De Heer heeft ons verlaten, zegt Israël later een keer. Nou, er is nu ook alle reden om dat te denken. En het ergste is dus niet dat ze verloren hebben, dat ze de Filistijnen moeten dienen. Maar het is alsof Gods macht verdwenen is, alsof zijn heerlijkheid weg is. De Heere zelf is er niet meer. Heel die geschiedenis van de uittocht uit Egypte en alles daarna wordt als het ware teruggedraaid. En alle vervloekingen van het verbond zijn op Israël neergekomen. Geen vrijheid, geen eredienst. Andere goden blijken machtiger te zijn. Dat is er van geworden. Overmoed heeft de diepste ellende gebracht. De claim dat God aan hun kant staat, eindigt in de ballingschap. Niet van Israël, maar van de ark van God zelf. En dat zal later nog vaker gebeuren. Wij mensen zijn hardliers. In de tijd van Jeremia vertrouwen de mensen op de tempel. De tempel van de Heere, de tempel van de Heere is dit. Wat kan ons gebeuren? God kan zijn eigen huis niet in de steek laten. En dan zegt Jeremia in naam van God.
Je moet eens in Silo gaan kijken. Ga eens kijken wat er van dat heiligdom geworden is. Het is verwoest, het is weg. En uiteindelijk gebeurt dat ook met de tempel en de ark. Die worden verwoest. En het volk gaat in ballingschap. Dit is onze zonde. Vanaf het paradijs. Want het gaat over ons vanmiddag. Wij mensen vinden onze eigen eer veel belangrijker dan Gods eer. Wij kozen onze eigen weg. En maar al te vaak en al te makkelijk gebruiken we God als het in onze plannen past. Maar dat is wat anders dan Hem volgen. Hem dienen. Het lijkt of de Heer het hier verliest. God die gevangen wordt. In ballingschap gaat. Tentoongesteld wordt in de tempel van Dagon. En toch toont hij hier zijn eer. Zijn eer gaat Israël uit. Maar hij is er wel. God laat niet met zich spotten, laat hij hier zien. En daarom komt zijn oordeel over het huis van Eli. God laat zich niet voor ons karretje spannen, zoals de Israëlieten probeerden. In die wegvoering toont de Heer juist zijn macht, zijn heerlijkheid, zijn vrijheid. Hij laat zich niet manipuleren. Maar dat moet je wel willen zien. De Heilige Geest moet het je laten zien. Want het lijkt een nederlaag, een schande, machteloosheid. En later nog veel dieper. Als niet de ark, maar de Zoon van God wordt meegenomen. Gevangen, vernederd, gedood. Niet eens door vijanden, maar door het volk van God zelf. Dat is voor het oog toch ook pure schande, machteloosheid, dwaasheid. Op Golgotha leek het helemaal voorbij. De vrouw van Pinas riep het uit als een diepe klacht. Waar is de eer? Hij is weg. Christus roept aan het kruis. Ga nog dieper. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij was gehoorzaam tot in de dood. Waarom verlaat u mij? De ark is weg. Gods eer is weg. En zou dat ook in de kerk zo kunnen zijn, gemeente? In een gemeente? Of in de kerken waar we bij horen? Dat is in het licht van deze geschiedenis toch een vraag om te stellen. Als het niet goed gaat. En het kan. De Heer Jezus waarschuwt in Openbaring dat hij de kandelaar weg kan nemen. Als mensen zich niet bekeren. En als dat gebeurt, dat is veel, veel erger dan al die dingen waar wij ons vaak druk om maken. Want dat zijn dan alleen maar symptomen, de buitenkant. Ik stel de vraag, ik heb er geen pasklaar antwoord op, maar het is toch een vraag om ons te stellen. En ook naar onszelf toe, hoe gaat het in de gemeente, in de dienst, in mijn eigen leven? Om Gods heerlijkheid. Om zijn eer. Of gaat het om wat wij willen? Of wat ons niet aanstaat? Ga gewoon maar eens na waar je over praat. Waar je druk mee bent. Zoeken wij Gods eer? Of leef je nog altijd voor jezelf? Uiteindelijk zonder God. Heb je leren luisteren naar Gods stem, zoals Samuel? Ben je betrokken op de dienst van de Heer? Niet uit gewoonte, niet als een verplichting, maar van harte, graag. En wat geven wij als ouders mee aan onze kinderen? Wat zoeken we voor hen? Het hoogste onderwijs? De beste ontwikkeling op allerlei gebied? Of als eerste, belangrijkste,
dat ze de Here lief krijgen en dienen. Wat voor onderwijs zoek je voor je kinderen? Waar praat je over? Welk voorbeeld zien ze als ze naar ons leven kijken als ouders? Die vrouw van Pina zegt met haar laatste woorden eigenlijk: wat heb ik aan een kind? Wat heb ik aan een toekomst? Als God er niet is. Wat heb je eraan als je heel de wereld wint? Maar zonder God. En dat brengt ons bij het laatste, het verlangen dat daarin klinkt. Want als je echt van iemand houdt en die is er niet, dan mis je hem of haar. Het kan als je een geliefde verloren hebt. Dat gemis kan juist steeds sterker worden. Nou, zo kun je ook God missen. Als je hem niet kent, maar je zoekt hem wel. Of als je zijn nabijheid gemerkt hebt. Maar het is al zo lang geleden. Dat gemis doet pijn. En toch zou je er niet af willen. Het is een verlangen naar de Here zelf. En dat horen we in deze geschiedenis ook. Hoe donker de tijd ook is. Hoe ellendig de situatie in de tabernakel. Toch hoor je het gemis van God. Het verlangen naar hem. Dat zien we bij Eli. Wat een machteloze situatie. Een blinde op de uitkijk. Een richter die het volk moet leiden, maar eigenlijk alleen maar op een stoel aan de kant van de weg kan zitten om te wachten tot hij bericht krijgt. En toch zit hij daar. Hij kan niet thuisblijven, zoals je dat soms kunt hebben. Als er wat gebeurt, er is wat aan de hand, ja, je kunt eigenlijk niks doen. Het heeft geen enkele zin om er naartoe te gaan. En toch doe je het vaak. Je kunt niet zomaar gaan zitten wachten, je moet naar buiten. Ook al weet je dat je niks kunt doen. Nou, Eli is langs de weg gaan zitten. En er staat bij waarom, vers 13. Want zijn hart sidderde, beefde vanwege de ark van God. En wat is dat een verschil met de houding van het volk? In het leger is een dreunend gejuich als de ark komt. Eli's hart beeft van vrees, van ontzetting. Hij kon het niet tegenhouden. Het gevolg van zijn eigen slapheid. En toch ligt hij wel zijn hart, ondanks alles. Hij is niet zozeer bevreesd om zijn zonen, wel om de ark. En als dan de boodschap komt van de ark, staat er apart bij, dan valt hij en sterft. Eli was priester en richter, de laatste richter. Een tijd waarin het hoe langer, hoe verder naar beneden gaat. Wat was hij zelf ook weinig een voorbeeld voor het volk geweest. En toch zie je hier aan het einde van zijn leven iets van een diep verlangen van zijn hart. Het gaat hem toch om God. Om zijn aanwezigheid. En dat zien we ook bij zijn schoondochter. Als zij hoort over de ark, over haar schoonvader, over haar man, dan breekt ze. En ze geeft het leven aan een kind. Maar het kost haar eigen leven. Maar haar hart is bij de ark. De eer is weggevoerd uit Israël. En ze geeft haar jongen een naam waarin die boodschap blijft klinken. Ikabod, waar is de eer? De eer is weg. Eli sterft. Ikabod wordt geboren. Het valt hier bijna samen. Dus het overlijden van de grootvader. De geboorte van een kleinzoon. Dat zou naast het verdriet toch nog hoop kunnen geven. Nieuw leven. Zijn naam die wordt voortgezet. Maar de vrouw van Pinaas ziet geen hoop. We kennen haar naam niet eens. Wat moet haar leven geweest zijn? Wat moet haar huwelijk geweest zijn? Je zult getrouwd zijn met een man die zich gedraagt als een maffiabaas. In de tempel van de Here notabene. Die je schaamteloos andere vrouwen op nahoudt. En zo verliest ze. Ze verliest haar schoonvader. Die wordt steeds als eerste genoemd.
Misschien stond hij ook wel dichter bij haar. En was dat een groter gemis? Vond ze bij hem meer herkenning. Maar ook bij haar klinkt als eerste, als belangrijkste. De ark is weg. Wat zou je het je goed kunnen voorstellen? Dat iemand in zulke omstandigheden bitter wordt. Maar er klinkt geen klacht, geen bitterheid uit haar woorden. Ze erkent het en daarmee zie je wat het zwaarst weegt voor haar. Wij zouden misschien geneigd zijn om te denken, je geeft je kind toch niet zo'n naam. Die jongen kan er niks aan doen. En hij loopt heel zijn leven met die boodschap rond. Maar deze vrouw ziet aan het einde van haar leven haarscherp waar het om gaat. Dit is bepalend voor de toekomst van haar zoon. Moet Ichabod nu later priester worden en dienst doen in een heiligdom waar God niet woont? Wat heeft dat voor zin? Wat voor perspectief is er als God er niet is? En is dat verlangen er bij ons ook gemeend? Verlangen naar God, naar zijn eer, naar zijn komst, juist als je hem mist. Niet elk verdriet is hetzelfde. Je hebt het verdriet van de wereld, zegt Paulus later, dat brengt de dood. Maar de droefheid naar de wil van God brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En als je het misschien groot vindt om te zeggen dat dat gebeurd is in je leven, is een verlangen naar God. Want juist dat verlangen laat zien waar je hart naar uitgaat. En ik bedoel dat niet om daarmee het gemis te verheerlijken. De Heer wil dat verlangen ook vervullen, dat belooft Hij. Maar het gemis van God, het verlangen naar Hem, is er toch ook in het leven van het geloof. Je hoort bij Eli en bij zijn schoondochter dat verlangen naar God. En dat lijkt toch een vonkje hoop in deze donkere tijd. Maar tegelijk, van de rest van het volk hoor je niks. En hierna, als de ark dan maandenlang in het land van de Filistijnen is, dan lijkt het leven in Israël zijn gewone gang te gaan. Eli en zijn schoondochter lijken de enigen te zijn die echt geven om de ark en de eer van God. En zij sterven op dat moment. En toch is er hoop gemeend. Niet door het volk inderdaad, maar door God zelf. Hij laat zich niet bespotten. Hij laat zich niet manipuleren. Hij laat zich ook niet gevangen houden door de vijanden en hun afgoden. Waar is de eer? Klinkt die naam Ichabod. Hij is in ballingschap gegaan. Maar daar blijft hij niet. God zorgt zelf voor zijn eer. De vijanden kunnen hem niet houden. De God van Israël toont zijn macht en zijn heerlijkheid. Dagon valt voor hem neer zometeen. En de ark komt weer terug. Eigenlijk is die naam Ichabod een roep van verlangen naar God. U kunt de vijanden toch niet laten winnen? Keer terug, o God der legermachten. Herstel uw eer. Toon ons uw heerlijkheid. Die naam Ichabod is een gebed. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En dat gebed hoort de Heer. Die vraag wordt beantwoord. De ark komt terug. En als Israël wel tot de Heer roept, dan worden de vijanden verdreven. Maar veel heerlijker nog is Gods antwoord eeuwen later, als hij zijn eigen zoon zendt. Het lijkt zo klein. God die zijn heerlijkheid in de krippe legt. Onaanzienlijk. Hij heeft al zijn heerlijkheid afgelegd en de schande van het kruis verdragen. Maar juist dan klinkt het door hemelse legermacht een eer aan God in de hoogste hemelen.
Die eer is er in hem, dit kind, de koning, de zaligmaker. Het woord is vlees geworden, schrijft Johannes. Hij heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. De Heere toont zijn heerlijkheid in de Zoon van zijn liefde. Hij komt zelf op voor zijn eer. Hij verkondigt die eer in hemel en op aarde. Christus droeg de smaad, de schande die wij verdiend hadden als eerovers van God. Maar zo bracht hij verlossing, doordat God de eer krijgt en zondaren behouden worden. Gods naam wordt geheiligd door hem. Zijn koninkrijk komt. Hij ontvangt alle eer. Waar is de eer? De eer is weggevoerd en de mensen die erom geven overleven het niet. Menselijk gezien loopt het dood. En toch is er hoop. Die naam blijft klinken. Ikabod. Een herinnering dat Gods eer er wel moet zijn. Dat het daar om gaat. En God komt op voor zijn eer. Hij is trouw. Hij komt terug uit de ballingschap. Hij komt neer op aarde. Hij staat op uit de dood. Er is hoop omdat God trouw is. In de donkerste tijden. Zelfs als bijna niemand nog naar hem vraagt. Hij komt zelf. Hij roept Samuel. Die leerde luisteren. De Heer is trouw aan zijn belofte, aan zijn verbond. En wat een oproep is dat om te luisteren, om te bidden, om het van hem te verwachten, van hem alleen. Menselijk gezien loopt het dood, moet het wel doodlopen soms. Soms moet je zelf vastlopen om dat te leren, om het echt van hem te verwachten. Maar wie het van hem verwacht, doet dat nooit te vergeefs. Wie bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie op hem vertrouwt, komt nooit beschaamd uit. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, wij komen tot u ook aan het einde van deze dienst
om uw naam te danken voor uw trouw. Ondanks mensen, door zoveel ontrouw en zonde heen, dat u opkomt voor uw eer. Dat u die eer laat verkondigen in hemel en op aarde. Heer, leer ons luisteren naar uw stem. Bewaar ons voor een weg bij u vandaan, misschien wel terwijl we ons op u beroepen. Bewaar ons ervoor dat we u proberen voor onze plannen te spannen. Maar leer ons zoeken naar wat u vraagt. En Heer, laat het ons ook gaan om uw naam, om uw eer. Leer ons luisteren naar u. En breng ons af van de vraag naar onze eer, waar we uit onszelf zo druk mee zijn. Heer, we bidden u ook voor uw kerk, waar ook zoveel is dat niet bij uw eer past. Heer, verlaat ons niet. Geef dat wij niet met van alles en nog wat druk zijn, terwijl u ondertussen vertrokken bent. Heer, kom terug. Houdt u ons vast en wilt u met uw werk doorgaan. Heer, laat uw eer verkondigd worden. Laat uw naam geheiligd worden. Uw koninkrijk komen. Uw wil gedaan worden. Niet om ons, maar om uw Zoon. Ga met ons als we hier vandaan gaan. Wees met ons in de week die voor ons ligt als we vakantie hebben of weer aan het werk zijn. Bij alle dingen die op ons afkomen, neem ons onder uw hoede. Vergeef ons alles wat niet was tot uw eer, ook van deze dienst. En hoor ons uit genade, om Christus wil. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen wij tot slot op Psalm 79, vers 4 en 7. Een belijdenis, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. En zo zullen wij de schapen uwer wijden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, vers 4 en 7.
Ga heen in vrede, ontvang met een binnenhart de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.